zijn gewoon je ouders. Staat ze ook in bed? Ja. Het lijkt wel heel erg op elkaar. Van de engste, met die donker, met die vogel. Ja. De kijkers denken misschien, hé, dat is grappig. Die lijken wel heel erg op elkaar. Dat klopt ook wel, hè? Ja, want jullie zijn tweeling. Zo noemen ze dat dan, hè? Ja. En waar merken jullie dan aan dat jullie samen tweeling zijn? Want ze zeggen dan wel eens vaak dat jullie ook samen een beetje de leuke dingen samen leuk vinden. Hè? Allebei samen de leuke dingen. Vinden jullie dingen samen leuk? Ja. Ja? Wat voor dingen doen jullie dan samen wat jullie leuk vinden? Poppen spelen. Dat vinden jullie allebei leuk. En wat vinden jullie nog meer allebei leuk om te doen? Playmobil. Hebben jullie een favoriete dier? Ja? Jij hebt een favoriete dier? Ik heb een kuikentje. Een kuikentje. Oh, dat is wel heel leuk. Ik heb een konijn. Een konijn? Oké. Okay. Hebben jullie ook een huisdier? Nee. Nee? Geen huisdieren. Ga je dan wel eens vaak naar het dierentuin toe om dieren te bekijken? Nee, soms wel, soms niet. Soms wel, soms niet. Welke dierentuin ben je wel eens geweest? Kan je nog herinneren? Dat weet ik niet. En wat voor dieren heb je daar gezien? Een leeuw. Een leeuw? Ja, een paard hoor ik. En een konijn. Een konijn. En een koe. Een koe, ja? Oké, leuk. En wat doe je het liefste op school? Wat voor vak vind je nou heel erg leuk om op school te doen? Lezen. Rekenen. En zit je er ook bij elkaar in de klas? Ja. Ja? En heb je een leuke juf of meester? Een juf. Een juf. Ja. En hoe heet die juf? Helene en juffrouw Sabrina. Heb je twee? Ja. Hey, dat is luxe. En welke is dan eigenlijk stiekem de leukste? De Helene. Oh ja, en waarom is dan zij zo leuk? Ze heeft altijd een knop aan. Oh echt? Dus je zijn klaar voor school. En lekker thuis, wat vind je dan leuk om thuis te gaan doen? Heel even spelen. Spelen. En buiten spelen. En wat doe je dan vooral buiten spelen? Fietsen. Lekker rondjes fietsen. Ja. Ja? En doen er dan nog vriendinnetjes of vriendjes mee? Gaan jullie ook fietsen? Ja. Soms wel soms. En doen jullie wel samen dan fietsen? Een rondje gaan fietsen? Ja. Doen jullie veel samen spelen? Een beetje. Beetje. En ook gezellig tv kijken samen? Ja. Ja? En vinden jullie dan ook allebei hetzelfde programma leuk? Of is daar altijd een beetje zo van, ik wil dat zien, ik wil dat zien? Ja? Wat welk programma vind jij dan leuk om te kijken? Elsa. En jij? K3. Ja, dus dan moet je af en toe een beetje afwisselen met elkaar. Van wie wat leuk vindt. Ja. Hebben jullie nou iets om te eten wat je zegt, nou als ik al... Als mijn moeder dat opschoot, dan vind ik eigenlijk helemaal niet zo lekker. Want dat vind je absoluut niet lekker. Banaan. Banaan vind je niet zo lekker. En bij jou? Sinaasappel. Sinaasappel vind je niet zo lekker. Oké. En wat vind je heel erg lekker? Frietjes. En bij jou? Lekker pasta. Pasta. Okay. En dan tomatensaus erbij? Nee. Wat voor saus vind je dan lekker? Met die broccoli en kip. Oh, dat is ook wel lekker, ja. En bij jouw frietjes, wat vind je dan lekkerst om bij frietjes op te doen? Wat voor saus? Mayonaise. Mayonaise. En wat ligt er dan naast de frietjes? Kroket en frikandel. Oké, dat is lekker. Hou ik van frietjes? Ja. Ja? En als je nou iets mocht opdoemen wat je heel graag zou willen doen. Zeg, nou, als ik dat zou mogen doen, zou ik echt heel leuk vinden. En wat is dat dan? En dan kan je om je schoenen kan je zo Oh, een wielis, dan kan je met je voeten fietsen eigenlijk een beetje. Ja. Kan je zo mee rijden zo. En ik vind altijd een rok leuk. Heel veel rok leuk. Dat zou het een beetje van verkleden dan. Ja. Dat is wel heel leuk. En heb je al zulke schoenen waar je mee kan rijden? Of dat die gaan voor Sinterklaas. Oh, die ga je nog vragen voor Sinterklaas? Ja. Dat is wel spannend dan. Stel, ik geef je 100 euro en je mag naar de speelgoedwinkel en je mag daar iets leuks voor kopen. En dan, die schoenen heb je al. Stel dat je die schoenen al hebt, wat zou je dan nog meer gaan kopen?
Een lichtjeschoen. Oké, okay. Lichtjeschoenen. En ik pop. Een pop. En wat voor pop? Een babyborn. Een babyborn. Leuk. En als je dan nog iets overhoudt, wat zou je dan nog leuk vinden om erbij te kopen? Vind je kleding leuk? Ja. Ja? Ik, of boeken. Boeken. Of blokken. Broeken. Nee, blokken. Blokken. Oh, je wilt blokken heel leuk. En leuke torens maken en zo. En nog een huis. Huis. Je gaat een huis maken van blokken. Of wil je gewoon een huis kopen? Een huis maken. Huis maken? Oké, en wat zou er dan in het huis moeten staan? Een kast, een bed, gordijnen, een televisie, een tafel en een bank. Verder weet ik het niet. En wat zei je? Wat zou er nog meer in moeten staan? Een lamp en een stoel. Ja, handig natuurlijk, hè? Ja. En als je je echt een droomhuis zou mogen maken, wat zou er dan echt in moeten zitten? Een poes. Een poes. Heel belangrijk. En bij jou? Een hondje. Een hondje. Echt wel dieren natuurlijk, hè. Wat leuk dat je met mij wilde kletsen. Ja? Ik heb veel jullie over te weten gekomen en wens ik je heel veel succes. Ik ga een 5 van jullie.